Goedendag, mijn naam is Joost van der Maarden. Veel klanten van ons hebben nog steeds een oudere versie Communication Manager. In deze slides zien we een aantal versies Communication Manager en wanneer de end of life announcement is geweest en wat van belang is eigenlijk de end of software maintenance support. Die data zijn allemaal verlopen. Waarom is dit van belang? We zien een aantal klanten overgaan naar SIP trunking en SIP trunking zat in deze features niet echt. Daarvoor heeft men het liefst 8.0 of hoger nodig. Als men de onderste URL inklikt, komt men op de Cisco site met allerlei Communication Manager end-of-life announcements. In deze slide staat bijvoorbeeld niet de Business Edition 7.1 of de Communication Manager 7.0 en daar is ook een end-of-life announcement van geweest. Dit geldt ook voor een aantal heel oude telefoons, denk aan de 7940's en 60's. Daar is ook een end-of-life announcement van geweest. Dus in deze slide zien we een overzicht van oké, wanneer is de end-of-sale, is ook allemaal geweest. En de last date of support. Het is belangrijk om dit te weten, vooral als klanten nieuwe functionaliteiten willen hebben, gaat ze dan altijd upgraden naar een hogere versie. Dank u wel voor het kijken.